Spanje heeft vandaag een prima resultaat geboekt op het WK in Rusland door met 1-0 te winnen van Iran. Diego Costa scoorde in de tweede helft met een klein gelukje het enige doelpunt van de wedstrijd. En Eredivisie-speler Alireza Yahanbakhsh kwam voor Iran nog binnen de lijnen, maar dat mocht niet meer baten. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers heeft vandaag zijn tweede wedstrijd op het WK toegewezen gekregen. Aanstaande vrijdag fluit hij de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica. Eerder floot Kuipers al de wedstrijd tussen Uruguay en Egypte. Een Nederlander die nog eerder in actie komt op het WK is Bert van Marwijk. Zijn Australië neemt het donderdag op tegen Denemarken. De Nederlandse coach blikt vast vooruit. Danish, they have a strong team, but as he's already said. They are number 12 on the world ranking, that says enough. They have a strong team, physical strong, very tall players, that's a weapon. Dan onze poll. We vroegen u naar de wedstrijd tussen Denemarken en Australië. Een kleine meerderheid denkt dat de overwinning naar de Denen zal gaan. Dit was de RTL Sport Update. Morgen zijn we er weer. Graag tot.